That's it. Urban farming, ja, ik noem het eigenlijk stadslandbouw, gewoon op zijn Nederlands. Ja, voor mij is het gewoon je voedsel verbouwen, ook al woon je in de stad. Zelf je voedsel verbouwen. Dus dat kan zijn op een balkonnetje, in een buurtmoestuintje of in een volkstuintje. Vroeger was het heel normaal dat je je eigen groentes verbouwde. En ja, toen zijn we daar eigenlijk weer weg van gegaan en nu komt het weer terug. Ja, hiervoor woonde ik op mijn zolderkamer en daar was ik wel al bezig met tomaatjes kweken. Maar ja, toen ik hier kwam kijken naar dit huis, naar deze balkon, dacht ik, wauw, wat een ruimte, zeg maar. En hier kan ik helemaal losgaan. Ik kan bijna het hele jaar van mijn balkon eten. In de winter kun je bijvoorbeeld veldsla nog zaaien. En dat kan gewoon onder een laag met sneeuw bedekt worden en dan blijft het gewoon groeien. En je hebt natuurlijk boerenkool, wat gewoon in de winter blijft groeien. Dus ja, bijna het hele jaar eigenlijk. Het is zo moeilijk als je het wil maken eigenlijk. Hier pak soja staan. En nog één tomaatje. Hierachter hebben we andijvie, krulandijvie. Hier peterselie en bieslook. De kruiden en de rozemarijn. Ik ben echt een liefhebber van aardbeien, dus ik heb heel veel aardbeien op mijn balkon. Dit is Oost-Indische kers. Die bloemen kun je ook eten. Lekker. En de boerenkool natuurlijk, ja. Zoals je ziet, het balkon is niet erg groot, maar je kan toch heel veel doen met de ruimte. En je kan toch al heel veel verbouwen. Maar als je nou een balkon hebt op het noorden, ja, dan wordt het wel een hele uitdaging, zeg maar. Dus ja, dat is niet zo handig, niet zo geschikt. Wat moet je dan? Ja, dan kun je kijken naar alternatieven. Je kan bijvoorbeeld een buurtmoestuin starten. Goedemorgen. Hallo. Morgen. Ja, ik vind het heel erg fijn om met mijn handen echt in de aarde te zitten. Gewoon dat ze gewoon lekker vies worden. En dan heb je ook het gevoel waar je mee bezig bent, zeg maar. En, ja, ik gebruik zelf eigenlijk nooit handschoentjes of zo. Ja, een aantal jaren geleden hoorde ik eigenlijk voor het eerst over het begrip stadslandbouw. En ik werd daar eigenlijk raakte daar heel erg nieuwsgierig naar. En ik heb toen besloten gewoon een aantal stadsboeren op te zoeken en hen te vragen van ja, waarom ben je dat gaan doen en hoe dan en wat voor tips heb je? En die interviews heb ik gebundeld in een boek. En toen dat boek af was, dacht ik van ja, nou wil ik het zelf ook gaan doen eigenlijk. Nou wil ik ook op mijn balkonnetje gaan verbouwen. Groenten verbouwen op je balkon hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Je kan van materialen die je anders gewoon weg zou gooien een plantenbak maken. Dus tip 1 is bijvoorbeeld van een drinkflesje. Knip je door de midden. Die zet je op de kop en dan kun je er een plantje in zetten. Tip 2 is ga naar een snackbar en vraag om een lege frituurvetemmer. Was hem wel even thuis, want hij is nog een beetje vet van binnen natuurlijk. Dan boor je wat gaten in de onderkant, zodat het water weg kan. En je vult hem met aarde en je hebt eigenlijk weer een mooie plantenbak. Tip 3 is eigenlijk, je moet gewoon heel gebruik je creativiteit om je groentes te verbouwen. Ik heb bijvoorbeeld een pallet op de kop getikt. En die heb ik gebruikt om mijn aardbeienplantjes in te laten groeien. Het is gewoon heel leuk om je eigen groentes te zien groeien en het smaakt ook veel lekkerder dan uit de supermarkt. Het is veel zoeter en ja, misschien ook omdat je er zelf werk in gestopt hebt, zeg maar, dat je dat ook lekkerder gaat vinden. Maar ja, als ik zelf mijn groentes verbouwd heb, nou, ik zou er niet aan denken om dat zomaar weg te gooien, zeg maar. Dat is, ja, daar heb je werk in gestopt, daar heb je moeite voor gedaan. Dat gaat ook voedselverspilling tegen, zeg maar, want je hebt daar moeite voor gedaan.